Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De video van de nieuwe maan in stier. Deze vindt plaats op 8 mei en staat gekoppeld aan het stukje stabiliteit en groei. En stier is een teken dat heel graag langzaam alles aan wil pakken. Het stukje grondigheid, geduld en duurzaamheid is daar ook aan gekoppeld. En als aardeteken is dat eigenlijk ook helemaal niet zo gek met deze nieuwe maan. Om dan ook de focus vooral te leggen naar het stukje aardse en materiële bestaan en zaken. Maar denk ook aan de focus op langere termijn. En stel je dan ook de vraag, hoe kan ik nu bijvoorbeeld puntje, puntje, puntje doen en er over 3 jaar nog steeds van profiteren? En als je jezelf die vraag gaat stellen, kun je dus ook voor de langere termijn bepaalde dingen neerzetten en creëren. Ook houdt de stier van stabiliteit, waar ik het zojuist ook al een beetje over had. Hè? En deze week zullen we de hoogstwaarschijnlijke geen overhaaste beslissingen gaan nemen. Dus mocht er iets op je pad komen waarbij er een beetje onder druk gezet gaat worden, dat er snel een beslissing wordt genomen door de energie van de nieuwe maan, zul je daar dan weer een tragere energie in creëren of eigenlijk een beetje zo gezegd de handrem erop trekken. Waardoor je dus niet zo'n overhaaste beslissing gaat nemen. Ook is stier volhardend om aan de slag te gaan met vooral de keuzes die je mag en gaat maken in de komende periode. Het is dus ook een gunstige tijd om te werken aan financiële stabiliteit. Vooral omdat ik het zojuist natuurlijk ook al had over het stukje materie. Daar is natuurlijk ook financieel aan gekoppeld. Want als het financieel niet haalbaar is, dan kun je ook geen materieel kopen of creëren zoals het bedoeld is. Dus als we dan gaan kijken naar het stukje opbouwen van een solide carrière of het opbouwen van een duurzame relatie, daar gaat nu de komende periode meer energie in stromen. Maar deze nieuwe maan in stier vraagt ons ook om verbinding te leggen met onze zintuigen en te genieten van de eenvoudige dingen van het leven. Mooie momentjes om je heen. Ik was pas aan het wandelen met de hond vroeg op zondagochtend. En ik loop door de weilanden heen en ik zie gewoon een mama eendje met een stuk of 6, 7 baby eendjes erachteraan hobbelen. En het was zo'n mooi, prachtig geheel. En dat zijn natuurlijk ook de mooie, eenvoudige momenten die je van het leven kunt ontvangen. Maar stier is wel heel sterk verbonden met de fysieke wereld. Het kan ook herinneringen aan een aan het belang van zelfzorg en het waarderen van de schoonheid om ons heen creëren. Een zeer gunstige tijd dus om te investeren in het stukje zelfliefde, zelfacceptatie, maar ook het vinden van balans in het dagelijks leven. Dus als we dan een beetje gaan evalueren, hè, dat deze nieuwe maan eigenlijk de potentie brengt voor stabiliteit, groei, maar ook materiële zekerheid met zich mee kan brengen, mits jij de balans en de basis goed creëert. Het is ook tijd om te focussen op het bouwen van een stevige basis, maar dat je dit dan ook na gaat streven. Zoals ik het al zei met die vraag. Als je die vraag stelt, hoe kan ik bijvoorbeeld puntje, puntje, puntje doen en er over 3 jaar nog steeds van profiteren? Als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je dus ook iets creëren op langere termijn. Het is wel dat je bereid moet zijn om uit je comfortzone te stappen en nieuwe benaderingen ook te verkennen. Terwijl je ook geduldig en gestaagd vooruit gaat en vooruitgang boekt. En dan als je deze energie aan gaat grijpen om de juiste intenties te zetten, je richting in te zetten, vooral de richting van stabiliteit en groei, dan kun jij naar het juiste toe gaan streven. Doe dit wel vanuit je hart, niet vanuit je hoofd. Ik heb niet voor niets het selenite hart erbij gelegd. Selenite is natuurlijk ook het spirituele edelsteen wat gekoppeld staat aan verbinding leggen met je hogere zelf.
belangrijk item wat de komende tijd nog meer met ons zal gaan doen. En vandaar dus dat ik die er ook bij heb gelegd. Maar we gaan gewoon vandaag kijken en beginnen met de reading. Wat er naar voren mag komen met deze nieuwe maanenergie. Wat we kunnen gaan verwachten. We krijgen als eerste neem de tijd om uit te ademen. Afnemende maan. En dat uitademen is natuurlijk ook gekoppeld aan dat stukje van dat je af en toe meer de pas mag vertragen. Nu snap ik helemaal als je in een bepaald groeiproces zit en jij bent gestaagd aan het groeien en je gaat vooruit en je gaat vooruit en je gaat vooruit. Zie jij dan nog alles om jou heen wat aan schoonheid in zicht wordt gebracht? Of zit je eigenlijk al in die snelle auto, waardoor je dus niet meer de omgeving goed kunt zien? Stap weer eens even terug, stap op die fiets of pak de benenwagen. Neem dan even gewoon daar een moment ook voor dat je dan kunt genieten van wat gebeurt er eigenlijk? Je hebt zo hard aan jezelf gewerkt, maar geniet ook van het moment als daar de ruimte voor komt. Geniet ook echt van het moment van nieuwe zekerheid creëren. Doelen nastreven. Maar ook het investeren in jouw eigen ontwikkeling. Maar dan in de zin van het stukje zelfacceptatie. Want hoeveel mensen die er nu nog kijken, worstelen nog steeds met het stukje zelfbeeld, zelfacceptatie, het zelfliefde stukje, hè, dat ook nog niet helemaal geoptimaliseerd is. En dat is waar ik nu ook de focus bij jullie neer wil leggen. Hoe sta jij daarin? Want het begint in jouw kern. En als jouw kern in stabiliteit staat, dan kun je ook de schoonheid om je heen meer gaan creëren, maar ook op gaan pikken. Want het wordt al die tijd al gewoon aangeboden, maar niet iedereen ziet het. Zo was het ook dat ik dus op dat pad liep met die eendjes en er kwam nog iemand anders voorbij. Maar die had koptelefoon op en die zat in zijn bubbel met muziek of een podcast of wat dan ook. Die liep heel snel voorbij. Maar die keek niet om zich heen wat er aan schoonheid ook nog om zich heen was. En dat is dus wat er ook gebeurt. Er gaat nu een tweedeling komen in de mensheid. Dat er nog meer in zicht gaat komen. Nog steeds meer het stukje uit elkaar drijven. Mensen die meer in het aardse jasje blijven zitten. En mensen die dus echt iets met hun ontwakening doen. En we krijgen tijd voor actie. Nieuwe maan in Ram. En voor mij voelt dit dus dat het tijd wordt om actie te nemen. Om in je eigen stabiliteit te gaan staan. Je eigen kracht neer te zetten. En vanuit daar dus ook nieuwe doelen te stellen. Wat haalbaar is ook op financieel en materieel vlak. Dus even kijken. Welk deck mag ik er nog bij pakken? Nou, die vliegen alle twee al om. Pak er ook gelijk hier twee kaarten bij. Die zal ik eind van de reading ook nog even voorlezen. Hoppatee. Nou, ik hoop dat ik niet dat we nog een beetje zo aan de kant kunnen leggen. We krijgen innerlijk weten. Verwacht niet altijd bevestiging te krijgen door woorden, maar door intuïtief open te stellen, komen antwoorden in vele vormen naar je toe. En dat is dus ook al een voorbeeld wat ik net zei. Hè? Dat je innerlijk veel al tot je beschikking hebt. Ga uit je hoofd. Ga echt naar je spiritueel hart toe. Ga die verbinding weer creëren. Ook als je het even niet ziet zitten of als er weer een gebeurtenis is tot stand gekomen waar je gewoon even niks mee kunt of niets aan kon doen. We krijgen namelijk ook weer de zon mag weer gaan schijnen. Weet dat jij de kracht bezit om door positieve gedachten een verandering aan te brengen in deze mindere periode. Dus mocht jij op dit moment even weer wel wat narigheid of zo naar je toe hebben gekregen. Of een extern van jou, hè, dan kan dat natuurlijk ook dat het
ja, niet door jouw toedoen is, maar dat het van buitenaf door iemand in je gezin of in de familiaire factor of je buren of je vriendinnen of je bent als mantelzorger en er wordt op dit moment veel van je gevraagd. Van alles kan dit betekenen. Ik leg even deze kaarten hier neer. Dan heb ik op beeld iets meer plek voor zometeen de tarot. Dus dan gaan we daar maar eens even mee beginnen. Wat mogen we nog weten voor deze nieuwe maanenergie update? Wat mag ik weten en toevoegen aan deze reading? Oké. Nou, we krijgen dus de 7 van munten. We krijgen de koning van staven, de 6 van staven en de ridder van munten. Als jij met geduld bepaalde energiestromingen neer wil zetten. Kijk, we hebben nu net ook de vraag gesteld over hoe kun je iets creëren over 3 jaar. En dan ook het stukje dan dat je ervan kunt gaan profiteren. Dat kan als jij vanuit een bepaalde passie iets neer gaat zetten. Of een manifestatie verricht. Of een doel gaat stellen die je dus ook in dit leven op gaat pakken. Dus meer in het aardse stukje waar dit op doelt. Dus stel je wil een keer voor jezelf beginnen of je wil die verre reis gaan maken. Dan kun je nou dus voorstellen, oké, ik wil dan en dan die reis gaan maken. Wat heb ik ervoor nodig om dit doel tot daar te behalen? Oké, ik moet elke maand bijvoorbeeld dit en dit en dit aan stappen maken of dit creëren om tot dat doel te komen. En als je dat elke keer in gaat zetten. Excuus, de hond vloog even van de plek af. En als je dat elke keer in gaat zetten, dat je ook die doelen probeert te behalen, dan zul je succesvol worden in dat stuk neerzetten. En dat zien we ook met de ridder van munten. Dus als jij een bepaalde passie in jezelf gaat ontdekken, dat jij iets voor elkaar kunt krijgen. En misschien wil jij iets wat nu nog niet in financiële middelen beschikbaar is. Misschien wil je heel graag een nieuw bankstel of een andere auto. Of wil je heel graag met wie dan ook op vakantie, maar lukt het financieel gezien niet. En stel dan een langer doel. Nu heb ik het net over 3 jaar, kun je ook langer uitspreiden. Ga dan kijken, nou ik wil graag bijvoorbeeld daar en daar zijn op dat moment. Nou, dat heeft elke maand bijvoorbeeld een x bedrag nodig. Nou, hoe kun je dit verwezenlijken? Elke keer als jij boodschappen gaat doen, pak dan van je boodschappengeld bijvoorbeeld ook een euro of 2 euro af. Net wat je kunt missen en stop dat individueel in een potje. En als je dit al die tijd blijft doen, want ja, we doen regelmatig boodschappen natuurlijk in de week. Als je dat regelmatig blijft doen, dan heb je een soort spaarpotje voor jezelf gecreëerd op het eind van de rit. En dan kom je toch een heel eind in de richting om financieel gezien dat al te kunnen verwezenlijken. Nu kan het natuurlijk ook zijn dat er financiële voorspoed gaat komen of dat er een wending gaat komen. Maar zolang jij het vertrouwen blijft houden dat als jij een zaadje plant van hetgeen wat je heel graag wil en dit dus ook positief blijft benaderen, dan kan er iets ook gaan groeien. Maar het wordt wel met liefde gedaan. En als je dit met liefde blijft projecteren, zul je dus ook merken van oké, ik krijg veel meer voor elkaar als wat ik voorheen dacht. En kan hierin ook succesvol worden. En of dat het nou die vakantie is of jouw werk, dat je iets voor elkaar wil krijgen. Ik heb hier wel kaarten liggen waarbij het allemaal mogelijk is om dit te creëren. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je jezelf ook aan durft te kijken, in de ogen aan durft te kijken van hoe komt het dat ik iets nog niet voor elkaar heb gekregen? Hoe kan ik dit nu wel gaan verwezenlijken? Geloof ik er ook in? Want het stukje zelfvertrouwen en zelfinzicht qua kwaliteiten, dat dient dan wel naar de oppervlakte te komen. En als je dit dan ook in gaat zien, zul je ook merken van oké, zie je wel, ik kan toch veel meer creëren, want ik heb al veel meer in mijn in jouw kracht zitten, in jouw doorzettingsvermogen zitten. Het is alleen een stukje zelfreflectie is daar ook een belangrijk stukje van. En als je dit in gaat zien, dan kun je een cyclus voltooien en kun je dus ook echt met die passie aan de slag.
Voor sommigen kan het echt betekenen dat er een hele nieuwe wending de komende periode ook gaat komen op het stukje zielsmissie. Wat gecombineerd is met werkzaamheden. Dus dan kun je denken aan dat je misschien op spiritueel vlak iets gaat creëren of maken of neerzetten. Nou, ik ben aan het shuffelen en de kaarten die blijven maar eruit vliegen. Ik had nog geen vraag gesteld. Dus ik stop even met shuffelen. Er zijn wat lijntjes of ja, hoe kan ik dat zeggen? Hoe noem je dat in het... Er zijn nog niet alle lijntjes zijn gekoppeld. Dat zien we hier met het spinnenweb, hè? Er zijn wat lijntjes kapot. En ondanks dat ze kapot zijn, geeft dit ook weer inzichten op nieuwe mogelijkheden. Dus het kan zomaar zijn dat jij iets in je gedachtenpatroon hebt van... Oké, ik wil dit verwezenlijken. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Hier zien we dat je succesvol zult gaan zijn. En dat je ook echt wel iets kunt creëren op een hoger niveau. Maar dit gaat een andere wending krijgen. Dus je gaat een nieuw inzicht krijgen en je gaat jezelf ook upgraden in jouw kunnen. Dus jij gaat de lat nog hoger leggen. En doordat je de lat hoger gaat leggen, zul je ook zien dat het veel makkelijker haalbaar is als dat je voorheen misschien wel niet dacht. Maar dat is het toxische stukje wat in jou zit. Hè? Het stukje negativiteit. En blijf communiceren met jouw hogere zelf. Of je gidsen of je onderbuikgevoel. Of hoe jij het dan ook een naampje wil geven. Kijk, eraan blijven werken. Want lieve ziel, het pad van ontwikkeling is niet makkelijk. Maar zolang jij aan jezelf blijft werken, maar ook aan jouw doelen blijft werken, kun jij iets behalen? Kun jij een patroon doorbreken? Kun jij nieuwe inzichten krijgen? Een nieuw pad bewandelen? Want ik zie voor sommigen echt wel dat er een hele andere insteek gaat komen de komende periode. Waarbij jij dus het oude echt ook op zakelijk vlak voor sommigen los gaat laten. Waarbij jij meer kunt gaan genieten, meer vrijheid en meer uren voor jezelf gaat krijgen. Maar wel dezelfde inkomsten gaat genereren. Dus met minder inspanning kun je meer van het leven genieten. En daar zit jouw twist. Hè? Lekker al die woordversprekingen. Oké. Het is wel een onrustige tijd wat er nog komen kan gaan. Maar dat zijn ook weer momenten dat je getest gaat worden. En dat stukje testen, dat heeft er ook mee te maken dat je oprecht en eerlijk naar jezelf mag blijven. Dat je wel de juiste keuzes en beslissingen aan het nemen bent. Dus als je dadelijk op een gegeven moment op een stukje gaat staan of ervaart dat je op een bepaald punt bent in jouw leven. Ik geniet van het leven en het voorspoed en dit en dat. Bam, dan kan er toch weer even extern iets gebeuren waardoor er een conflict in jou komt. Waardoor je misschien getest gaat worden of getriggerd gaat worden. Maar hier is eigenlijk heel makkelijk dan weer die schakelaar in om te zetten. En kun jij blijven shinen op hetgeen waar jij mee bezig bent. Dus je hebt een bepaalde stabiliteit en vooruitgang ben je aan het creëren. En nu is het ook aan jou dat je dit ook voort blijft zetten. En vooral als we dan hier de aas van zwaarden er nog bij krijgen. We krijgen hier ook de aas van zwaarden. Dus een dubbele bevestiging dat je op het juiste pad bent. Dat je mag luisteren naar je innerlijke stem. Vooral ook echt jouw passie blijven volgen van wat leven jou mag brengen. Want we krijgen de page van staven ook. Er zullen heel veel mensen zeggen van... waarom geef je iets wat jouw stabiliteit geeft op? Het kan een woning zijn, kan je baan zijn, kan een huwelijk zijn, een relatie. Geen idee wat jij hebt, bepaalde dromen, een functie in je bedrijf, wat je los gaat laten. Omdat jij naar die vernieuwing gaat, omdat jij het gevoel hebt, nee, ik mag het nu gaan doen. Want nu ben ik eraan toe, ik geloof in mezelf, ik ga die nieuwe kant op. En vanuit daar ga ik weer iets nieuws vieren. En dit stukje is voor mij belangrijker als wat dan ook. En bepaalde materie is niet altijd rijkdom. Het gaat erom hoe jij het omarmt als rijkdom. Want je kunt een
een tafeltje van de kringloop binnen hebben staan, die voor jou net zo waardevol is als iemand die een designertafel van duizenden euro's heeft staan. Omdat jij de schoonheid ziet waar het product vandaan komt, op een heel ander oog, heel andere, hoe kan ik, heel andere gevoel. Ja, ik krijg meer dat je de waarde van het leven anders gaat instellen. En het zullen er al heel veel nu ook al doen hoor. Maar je gaat daar nog verder in groeien. En dan zul je merken dat bepaalde lessen die jij op je pad hebt gekregen, een diepgang misschien wel ligt van dat transformerende stukje. Hè? Van dat stukje ontwakening. Dat heeft ervoor gezorgd dat jij nu nieuwe richtingen in aan het zetten bent. En dat je aan het genieten bent van alles om je heen. En dat de pijn en verdriet wat je hebt gehad ook ontkoppeld kan worden. En dat jij gewoon mag doen wat jouw hart aangeeft om te doen. En niet wat iemand anders wil dat jij doet. Ja, zie je, toch iemand van jullie die aan het kijken is, gaat echt vertrekken uit de situatie. Of het nu werk is, vriendschap, maakt niet uit. Het is een bepaalde schaduwzijde die aangekeken gaat worden. En daar, daar heb je lang mee in conflict gezeten. En dat overspoelt je soms in emoties wel eens. Maar daarentegen krijg je wel de ruimte en vrijheid om vanuit je hart dadelijk echt actie te ondernemen. En dat dan ook bepaalde financiële, materiële stabiliteit in een ander jasje gegoten gaat worden. Waar jij dus die vrijheid gaat ervaren. Waarbij bepaalde spullen achter je gelaten gaat worden. Wat ik al zei, hè, misschien ben je liever iemand die naar de kringloop gaat voor een tafeltje. Als salontafel in plaats van naar die dure designerwinkel. Omdat je dan het meer waardeert aan spullen. Dat merk ik meer. Je gaat met minder genoegen nemen. Je gaat met minder uren bijvoorbeeld genoegen nemen. Maar wel in een andere vorm dat je gelukkiger gaat zijn. Er gaat een hele belangrijke twist komen. Dus het voelt voor mij ook dat dat een grote shift is waar jij doorheen gaat. En dat heeft allemaal met je ontwakening en groeiproces te maken. Het oude dient niet meer en je gaat op eigen benen iets nieuws creëren. En dan zul je meer de union in jezelf gaan krijgen, waardoor je het leven kunt gaan omarmen waar je dus eigenlijk hiervoor op aarde bent gekomen. Een stukje omarming. Insteek van waardering, respect voor de kleine dingen om je heen, voor alles en iedereen om je heen. Alles is energie, alles is liefde en je mag dit ook gaan omarmen. En dan zul je ook merken dat bepaalde negatieve dingen jou niet meer gaan storen. En dit komt dan omdat het universum jou ondersteunt, dat deze energiestromen jou niet meer zo zullen raken of überhaupt in jouw zicht gaan komen. Maar het kunnen natuurlijk ook bepaalde keuzes zijn. Dat je bijvoorbeeld geen nieuws meer gaat kijken. Geen nieuws of radio meer gaat luisteren. Dat je zelf bepaalt wat je wil zien in de positieve vorm. En dat je de negatieve aspecten los kunt koppelen. En dat je vanuit daar ook gewoon meer liefde het universum in blijft zenden. Ik pak als laatste nog even de boodschappenkaartjes. We hebben gerechtigheid. Engelen van meedogen. Zie de wereld door de ogen van een engel voordat je kiest. Wees eerlijk en laat je emoties niet meespelen bij de keuzes en acties. Ik zeg krachtig en moeiteloos nee, zodat ik ja zeg tegen mezelf. Oh, die mag ik hierbij leggen. Ik ben het waard om liefde te ontvangen. Nou, die leggen we daar bij de aas van bekers. Lieve, lieve mensen, dit was voor nu de nieuwe maanenergie. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, hartstikke leuk als je je eigen gaat abonneren. Dit is geheel gratis en daarbij pik ik ook eerder jouw energie op als ik intap op mijn kanaal voor collectieve readingen. Dan wens ik jullie een mooie nieuwe maantijd toe en tot de volgende video. Doei doei!